Op zondag 15 maart 2020 zijn er door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuidoost een dertigtal bereidverklaringen uitgereikt. Het gaat om percelen die in het district Wanica liggen. De uitreiking vond plaats met medewerking van districtscommissaris Erik Grode van Paramaribo Zuidwest op zijn districtscommissariaat. Hiervoor is gekozen omdat de meeste belanghebbenden in Paramaribo woonachtig zijn en geen verre afstand naar het commissariaat Wanica hoefden af te leggen. Laat mij ook verder aangeven dat deze afgifte gaat om niet afgehaalde stukken bij de laatste grondafgifte te Quatta Sportcomplex. Daar was u min of meer uitgenodigd geworden of er was een reden dat u niet bereikt kon worden. Dus vandaag is dan het moment om alsnog uw grondbeschikkingen af te geven. Het is weliswaar een aangelegenheid van het ministerie van ROGB, maar omdat het regradeert bewoners, mensen die stukken hebben aangevraagd in Wanica, is vanuit het commissariaat gevraagd deze stukken aan u te overhandigen. Ja? Mag ik u feliciteren met dit moment? Maakt u er gretig gebruik van? Waarom? Uw BV is aan een tijdsduur verbonden. Dus bij mij, of een advies aan u, gaat u morgen al naar de desbetreffende instanties om de betaling voorwaarden te voldoen. Kunt u aangeven wat dit moment voor u betekent? Meneer, het is heel, heel veel voor mij en voor mijn familie ook, natuurlijk. Dan moet ik ook dat zeggen. Helaas, mama moet mama niet meemaken. Het is echt wachten en geduld hebben voordat je dit krijgt. Dat was eerst in het begin gezegd, 4 maanden. Het is 1 jaar geworden. Maar ik ben blij. Ik ben echt blij dat ik vandaag in mijn handen heb gekregen. Nou, het betekent de toekomst voor mij. Want we hebben al jaren opgewacht. Het is namens, we hebben het gehad van onze grootmoeder, die haar perceel al langer dan 45 jaar heeft. En het was nog steeds niet op de naam. Maar nu is alles gelukt, dus wij gaan dan zo snel mogelijk alles in orde maken. Dat we dan kunnen beginnen om te bouwen. Want je hebt die zekerheid namelijk nodig om te bouwen. Niet wanneer je hebt gebouwd, hoor je van het gaat niet meer lukken. Oké, mijn grootmoeder is bezig 45 jaar lang. En dit heb ik aangepakt in 2013 of 2014. Het ging wel een beetje stroef, want als jongere weet je niet waar je precies naartoe moet gaan. Dus het was met begeleiding van anderen dat men je wegwijs maakt waar je precies moet. En Wanica heeft ons echt heel goed geholpen van, hey, kijk, zulke procedure moet je dan doen. Mensen, heb geduld. Er komt, want mijn zusters wachten ook erop. Dus heb geduld. Als ik zo lang, ik heb ook gewacht. En wachten jullie even nog af.